Dierenclub is dé plek voor jou en je vriendjes om te chatten over en met je favodieren. Je leert er alles over ze. Wat eet bijvoorbeeld Gerrit de Geit? En waarom spuugt Leo de Lama? Word vriendjes met Kees de Kalkoen, Frederik het Varken en Kamaal de Kameel. Ja. Nog één keer. Die, hè? Die laatste, denk ik. Ja, rustiger. Of tenminste... Groter? Nog één keer. Ik weet dus niet wat een lama die spuugt. Veel. Wacht. Het is onvriendelijk. Een kameel weet ik al helemaal niet wat hij doet eigenlijk. Denk ik. Dat is geen paard. Ja, het is een beetje kalkoenpaard. Oh, dat hij lief is. Kan ik bewegen? Het werkt wel. Ja, je hoort dat ik het ben, dat is waar. Ik ben buiten adem. Door het varken onder de tafel. Sta je nou weer voor de deur? Nu, op forten! Op forten? Hey, hallo allemaal! De Dierenclub is de plek voor jou en je vriendjes om te chatten over jou met je favodieren. Wat eet bijvoorbeeld Gerrit de Geit? En waarom spuugt Leo de Lama? Word vriendjes met Kees de Kalkoen, Frederik het Varken en Kamaal de Kameel. De Dierenclub is dé plek voor jou en je vriendjes om te chatten over en met je favorieten. Je leert er alles over ze. Wat eet bijvoorbeeld Gerrit de Geit? En waarom spuugt Leo de Lama? Word vriendjes met Kees de Kalkoen, Frederik het Varken en Kamaal de Kameel. Hebben? De job op haar ze verzet. Zost. De schuur op haar is een normaal. Ik ga goed snel in Engeland.